Vandaag hebben de studenten van de Algemeen Vormende Fase 2, AVF 2, van het Pedagogisch Instituut Nikeri hun examenuitslag meegedeeld gekregen. Volgens Anoop Chansilbaran, onderdirecteur van de onderwijsinstelling, is er momenteel een fase waarbij de AVF wordt afgebouwd. Desondanks heeft 90% het direct gehaald en de rest heeft een herkansing. We hebben net die uitslag gehad van AVF 2 van het Pedagogisch Instituut Nikeri. Ja, we hadden 10 studenten. Ja, dat is een groep die vorig jaar niet had gehaald, hè, want AVF 2 wordt afgebouwd. En van die 10 studenten zijn 9 geslaagd. Dat is 90%. En 1 heeft herexamen. Dat is 10%. Dus geen enkele is afgewezen. Silbaran die stilletjes hoopt dat de 100% alsnog gehaald wordt voor wat betreft de geslaagden.